Op dit moment ben ik uitlandig. Maar ik probeer dus van deze kant uit een advocaat in Nederland in te schakelen. En ik hoop nog deze week een keuze te kunnen maken. En dan gaat het dan verder rollen. Dus ik blijf daarbij, dus dat ik dat ga doen. Ik hoop dus dat een ieder daarvoor begrip kan opbrengen. Dat ik wel nu niet, nog niet aan kan geven welke advocaat ik gevraagd heb om in Nederland dit proces verder voor me uit te voeren. Omdat ik het laatste besluit nog niet heb genomen. Maar we zijn ermee bezig. Nu heb ik het een plaats gegeven. Waarom? Zoals ik zei, we zijn dus bezig met advocaten om te kijken wat er gedaan kan worden. En dan gaan we door met het werk. Deze zaken kunnen opkomen. En die moeten dus dan worden uitgewerkt door de zakenmensen die daarvoor goed zijn. En dat zijn advocaten. En ik moet mijn ogen op de prijs blijven houden. En dat is namelijk de nationale veiligheid van Suriname. Er zijn verschillende issues waarover we praten. We praten over de zaak van de Telegraaf. En u praat met mij over een zaak die er is in Suriname. Het strafrechtelijk onderzoek. Alle strafrechtelijke onderzoeken vanaf, als we praten over de case, en ik neem aan, u praat over de case van de Zirkoonstraat, zoals ik had aangegeven. Ik zou met een verklaring uitkomen. De zaak is overgenomen door het OM. En voor wat dat betreft laat ik het OM het werk doen zoals ze dat moeten doen. En ik ga daarover niet praten. Het is niet netjes naar de instituten toe om hun werk objectief te kunnen uitvoeren. Dus daar wacht ik dan heel netjes op. En ik ga daar dus op, ook geen antwoord of informatie over kunnen geven. Maar bent u wel gehoord in die zaak van Rodney Cairo? Nogmaals, ik ga niet praten over die case, maar zoals een ieder die genoemd is, ja, dan wordt een ieder gehoord op de wijze zoals dat moet. Nogmaals, laat het OM het werk doen dat ze moeten doen op een objectieve, goede wijze. U maakte zich zorgen om de veiligheid van uw gezin. Hebt u daar wat aan gedaan? Zijn ze extra beveiligd nu? Ze zijn beveiligd zoals dat ze moeten. En ik denk dat het wat dat betreft dat we het ook daarbij zullen laten op dit moment.